Leuk dat ik in deze video vandaag graag weer laat zien wat ik allemaal voor boodschappen in huis heb gehaald. Voor zowel avondeten als snacks, noem het maar op. We hebben deze week een vrij makkelijke boodschappen shoplog. Want we zijn er met z'n tweeën deze week. Ik heb alleen maar mezelf en mijn partner, mijn vriend. De kinderen zijn vanochtend naar hun vader gegaan voor 3 weken voor de zomervakantie. En dat betekent dat ik heel wat minder boodschap nodig had. Ook omdat ik er nog best wel veel over had van vorige week. Ik had vorige week natuurlijk flink ingeslagen. En omdat ik vooral groente en fruit eet. Hier en daar is een cracker of een boterham, maar eigenlijk niet zoveel. En mijn vriend eet eigenlijk alleen maar boterhammen. En die heb ik gewoon bij de bakker. En dan s'avonds gewoon avondeten. Dus kijk wat iemand allemaal hebben. Ik schrijf ook altijd in de omschrijving beneden neer. Wat we voor avondeten en snackopties hebben. En ja, laten we gewoon beginnen. Dit zijn alle boodschappen. Het valt echt reuze mee. Heel vaak is gewoon heel aardig bedekt, maar nu valt het wel mee. Ik zal gelijk beginnen met de slechte dingen, namelijk quattro formaggi pizza's en frikandellen. De frikandellen waren op. Zoals de meeste van jullie weten is op zaterdag bij ons frietavond met snacks. En de snacks die zijn behoorlijk leeg aan het raken, dus ik heb even een nieuwe pak gekocht. Ik heb deze week ook 2 avonddiensten, wat voor mij vrij ongebruikelijk is. Maar omdat ik avonddiensten heb, kan mijn vriend dan 1 keer pizza eten en 1 keer shawarma. Dus dan heeft hij toch iets makkelijks dat hij zelf in elkaar kan flansen, zonder dat hij heel erg lang voor bezig hoeft te zijn. Ik heb kikkererwten gekocht. Ook dit kan weer in de voorraad, maar we gaan er in ieder geval 1 pakje voor gebruiken. Tomatenblokjes, kidneybonen, spergiebonen, rucola sla, de pita broodjes. We hebben couscous, bosuitjes, een aantal extra tomaten. Extra appels, ik heb er al 1 van op, want ik had geen middagsnack bij. Dus die heb ik dan op. Ik heb wat extra Griekse yoghurt gehaald. Ze hadden niet de 2%, maar wel deze. Dus nou ja, dan maar wat vetter. Dat is op zich ook niet erg. Limoentjes. Weer genoeg chocola, wat ik altijd als soort van toetje neem. Altijd een klein stukje met een kopje koffie na mijn avondeten. Ik heb een courgette, ik had er trouwens ook nog 1 liggen. Ik heb ook nog komkommers en dat soort dingen. Knieltjes. Geitenkaasbolletjes, worteltjes, een koolrabi. Ik heb 1 recept gevonden waarbij ik dat nodig heb. Ik heb er persoonlijk nog nooit op. Hebben jullie dit wel eens op? Want ik nog nooit. Ik ben ook heel benieuwd wat ik ermee moet. Maar ik vond hem wel in de winkel. Ik heb hier wat feta, mozzarella, kip. Nou ja, dan 2 pakken farm, waarvan 1 waarschijnlijk gewoon in de vriezer gaat. Maar ze waren in de aanbieding. En de hagelslag is deze week opgegaan. Dus ja, echt niet heel veel. Want ja, ik eet Griekse yoghurt of hummus heb ik nog. Paprika heb ik nog, komkommer heb ik nog. Zuivelspread heb ik nog wel. Ik heb nog kaas, ik heb nog worst. Ja, en dan alleen avondeten en dan is dat het al. Dit was het alweer voor deze boodschappenhaal. Zoals gezegd, de voorraadkast is nog goed gevuld. We zijn deze week met z'n tweeën. Dus heel veel had ik deze week ook niet nodig. Vind je deze video's nou leuk? Geef dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's hiervan. Mocht je geïnteresseerd zijn in coaching, dan heb ik de komende periode weer ruimte om mensen te begeleiden. Dus die link laat ik hier ook onder. En dan hoop ik jullie weer in de volgende video te zien. Doei!